dames en heren. Mijn naam is Ben Carters. Ik vond het belangrijk dat u ziet dat ik wel degelijk een jasje heb, maar het gaat onmiddellijk uit. Ja. Ik vind het een buitengewoon voorrecht om hier te zijn. Ik vind het een buitengewoon voorrecht om dit werk te mogen doen. Want de verhalen die ik hoor, van zowel van de kant van de schenkers als de verhalen die ik hoor bij degene waar de instrumenten terechtkomen, zijn heel ontroerend vaak. Ik pleng wel eens een traantje. Het is echt prachtig om te doen. En ik kan dat toch niet helemaal precies uitleggen. En aangezien waar je niet over kunt praten, daarover moet je zingen. Dus ik denk dat we daar nou eens even mee moeten beginnen. En dan zal ik straks weer wat uitleggen. De Sunflowers, die komen deze kant op. De Paardmannen, de Valken, Wiegelied en Waar bleef je nou? Iets in die richting. Daar komt. Ze zijn overigens normaal met meer mensen, maar er moet ook gewoon gewerkt en geld verdiend worden. Wel nu, de relatie is dat zij ondersteund worden door een muziekdocente, Anastasia. Daar heb ik een keer een digitale piano afgeleverd in Amstelveen. Zij woont in een oud hotel in Amstelveen, op een klein kamertje met een zwarte kat die mij absoluut niet aardig vindt, maar ik ben daar toch heel uit vandaan gekomen. En Anastasia gaat de drie stukken spelen en niet zoals het in het programma staat, de drie stukken van Prokofjev, want een programma moet altijd een beetje gewijzigd worden. Het zijn twee stukken van Prokofjev en daartussenin zit een stuk van Bartok, een Roemeense dans. Drie korte pianostukjes. Wij hadden nou toevallig ook een donatie van een stichting en toen hebben we in overleg met die stichting gezegd van nou weet je wat, we laten gewoon een mandoline bouwen. Die mandoline die, as we speak, wordt die denk ik ongeveer verpakt en deze kant op gestuurd. Zij speelt nu op een instrument van dezelfde bouwer. Ik ben in zijn werkplaats geweest, u kent misschien de oude Gols reclame nog, daar lijkt het een beetje op. Prachtig, prachtig om dat een keer te zien. Maar u krijgt nu iets bijzonders te zien. Amalia speelt op een instrument van Lorenzo Lippi, waarvan zij dus straks een echte authentieke gaat krijgen. En zij wordt in een Spaanse dans begeleid door een Spaanse pianist. Hoe mooi wil je het hebben? We moeten even een stoel erbij halen, denk ik.
concerten voor viool, voor cello en dus ook één voor altviool. Natalia en Carlos. Van een Argentijnse tango-componist met Italiaanse voorouders overigens. Hij wordt daarbij begeleid door een Spaanse pianist en dat allemaal in Amsterdam. Dus hoe internationaal wil je het eigenlijk nog hebben? Yassin en Carlos. Niet genoeg benadrukt hoe ontzettend veel lieve mensen er zijn. Daar bedoel ik niet alleen de schenkers, maar ook de mensen die om de vluchtelingen heen heel veel werk doen. Vrijwilligers, soms welzijnswerkers, ambtenaren, soms kerkgenootschap, van alles.
En dat zijn vaak onze contactpersonen, want Oekraïners die weten niet dat Radio 4 wel eens een interview heeft, of dat er in Volkskrant wel eens een interview staat of iets dergelijks. Dus dat zijn vaak de haakjes waardoor wij ons werk kunnen doen. Ik heb daar nog een voorbeeld van. U krijgt zo Vladislava, Vlada noemen wij ze. Een violiste die bepaald niet bang is om werk aan te pakken. Die staat ook rustig op straat te spelen als dat zo eens uitkomt. Zij woont in bij een gezin in Noord-Limburg. En die stellen zich op als een soort impresariaat. Dat gaat ook bijzonder goed, moet ik zeggen. Als u wel eens mensen wilt benaderen, ga dan in de leer bij een gepensioneerde banketbakker. Die kunnen dat heel erg goed. Vlada. Zij gaat een beroemd stuk van Saint-Saëns spelen. U kent Saint-Saëns van Carnaval der Dieren en de Dans Macabre, maar ik denk dat dit op nummer 3 komt. Een mooi en bekend stuk. Thank you.
En daarmee zijn we met een groot uitroepteken
aan het eind gekomen van dit concert. Ik denk dat het een zeer gevarieerd concert was. Ik een bloemetje geven. Dan roep ik ze even de kant op. Er komen nu drankjes aan. En dan proosten we even op dit mooie concert, maar ook vooral op hoe jullie nu zitten. Het ziet er heel leuk uit. Blijf zitten. U kunt een beetje naar elkaar toe draaien, staan tafeltjes. Er komen nu zoutjes en dingetjes. Maar eerst komen de muzikanten. Dank je wel. Ja,